Oh nee, wat heb ik gedaan? Wat is er hier nou weer gebeurd? Het is klaar met jou, Alex. Eruit. Weg. Het is klaar. Hoezo moet ik er weg? Nee, ik heb alleen maar in mijn broek geplast door het hardlopen, maar meer niet. Ja, daarom juist. Waarom plas je? Oh, eruit. Ik ben er helemaal klaar mee. Wegwezen. Ik denk niet. Eruit. Kan ik alsjeblieft terugkomen? Ik moet mijn sportsessie afmaken. Wat denk je zelf? Wat plas je in deels broek? Ga weg. Oké. Sorry hoor. Jongen. Gaan we naar een andere sportschool? Er is geen andere sportschool. Sterker nog, er is helemaal niks hier. Wacht eens even. Als ik niet meer bij deze sportschool mag sporten, dan moet ik mijn eigen sportschool beginnen. Maar als ik mijn eigen sportschool wil beginnen, heb ik wel sportspullen nodig. En de enige die sportspullen heeft, dat is Santino. Dus moet ik dan weer bij Santino naar binnen. Santino? Hé, wat had ik nou gezegd? Naar buiten. Eruit. Waarom steek je niet zo naar plas? Nou, vind je het heel gek? Ik moet het nog allemaal schoonmaken nadat jij op die loopband hebt lopen plassen. Ja, maar dat ging per ongeluk, oké? Het is niet expres dat ik in mijn broek plas. Heb jij trouwens nog een nieuwe broek voor mij? Wat denk je zelf? Oké, Santino, ik kwam hier eigenlijk voor wat anders. Niet weglopen, alsjeblieft. Wat moet je? Nou ja, omdat ik niet meer bij jouw sportschool mag sporten, vroeg ik me af of jij misschien niet wat spulletjes te kopen hebt voor mijn eigen sportschool, zodat ik zelf een beetje home gym kan maken, weet je wel, thuis sportsessies kan doen en op de tv kan kijken hoe mensen zo door de knieën zo allemaal oefeningen doen. Jij denkt dat jij een sportschool kan bouwen? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ik bedoel, als jij het kan, dan kan ik het toch ook. Kijk eens wat voor sportschool ik heb, Alex. Jij wordt nooit zo succesvol als dat ik word. Nou ja, kan je me tenminste helpen dan dat ik zelf überhaupt wat oefeningen kan doen? Ik heb wel 1 hele euro bij me. Een hele euro? Jij wilt van 1 hele euro een sportschool bouwen? Kijk eens wat ik voor jou heb, vriend. Allemaal dirt. Hier, okay. Maak maar een sportschool. Heb ik voor jou 1 euro, alsjeblieft. Ja, weet je wat? Hou hem maar. Hou hem maar. Hier, nog meer dirt. Hier, nog zelfs nog gewoon dirt. Ik heb al heel veel dirt gekregen. Zelfs rooted dirt. Hier kan ik vast wel een sportschool mee maken, zou je denken, toch? Ik bedoel, wat heb je nou allemaal nodig bij een sportschool? Het enige wat ik nodig heb is een paar muren. En misschien wat spullen om binnen in de sportschool te zetten. Lijkt het al een beetje op een sportschool? Moet je natuurlijk ook grote deuren hebben voor grote mensen bij de sportschool. Oh, hoe maak je nou weer een sportschool met dirt? Ik heb dit nog nooit gedaan. Het is ook maar dat ik maar 1 euro heb. Ik kom met dat geld niet eens een spiegel kopen of een bankje. Laten we hier het dak maar van maken. Oh, en we hebben ook geen licht in de sportschool. En we kunnen met dit rooted dirt misschien een paar bankjes maken hier zo, zodat ik daarop kan sporten. Oh nee, daar is Santino. Oh nee, waarom lach je me nou uit? Kijk dan, wat is dit dan? Is dit een sportschool? Santino, ik heb helemaal niet zo goed. Wacht eens even. Jongen, wat is dit? Hey, als ik trap, hoppa, zie je? Ik maak het wel weer. Ik weet het, Santino. Het is niet de beste sportschool, maar hey. Heb je nou... Wacht eens even. Kan ik dat bordje voor je overkopen voor 64 dirt? 64 dirt? Hallo, wat denk je zelf? Hou lekker zelf het gore dirt. Oké, dat valt nog binnen mijn 1 euro budget. Mag ik hem alsjeblieft hebben? Weet je wat? Hier, alsjeblieft. Want dit is zo zielig. Dit is niet normaal. Dankjewel. Ga even een klein momentje, hoor. Ik heb het beste idee om Santino hier te pranken. Op deze manier ga ik rijk worden. Santino die zegt altijd dat hij zo rijk is met de sportschool. Want nou zet ik hier een bordje met entree. Oftewel binnenkomst. 1 miljoen euro. En dan in de kleine letters. Je moet betalen. Ja, ik kan je wel de binnenkant laten zien. De binnenkant heeft echt een hele coole apparaat, hoor. De binnenkant? Ik hoef toch de binnenkant... Nou, ik ben wel benieuwd, want dit is echt heel zielig. Kom maar binnen. Santino, je hebt het betaald. Wat? Hoe bedoel je, ik heb betaald? Oh, kijk eens op je bankrekening. Waar is mijn geld gebleven? Ik heb 1 miljoen euro. En als jij dat terug wil verdienen, dan moet je mij nieuwe spullen gaan verkopen voor een nieuwe sportschool. Alex. Oh, dit is geweldig. Dit is het beste idee ooit. Santino, kan ik als allereerst een diamanten schep kopen van jou? Hoeveel kost die? Ja, ik moet toch wel... 10.000 euro. Oké, die zou ik graag willen kopen. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Jongen, dat heeft me 10.000 euro gekost. Nog 990.000 euro over. En met dit kunnen we perfect deze oude stomme sportschool weghalen, waarmee we Santino er volledig in hebben geluisterd. Dit dirt heb ik allemaal niet meer nodig, Santino. Dus dit mag jij allemaal lekker hebben. Ik hoef dat toch allemaal niet te hebben, Alex? Nou ja, ik hoef het ook niet. En ik ben een miljonair nu hier zo. Kan ik bij jou alsjeblieft 2 stacks lichtblauwe blokken kopen? En...
Doe er maar 1 stek glas bij. 1 stek glas. Oké, even kijken. Dat heb ik hier nog wel. Lichte blokken en glas moest je hebben. Yup, dat klopt. Dat is wat ik nodig heb. Dat kost je wel 50.000 euro. 50.000 euro? En als ik er een crafting table bij wil? Dan kost het nog eens 60.000 euro. Er zit totaal 60.000 euro. Oké, dat is goed. Dan heb ik nog, even rekenen, 930.000 euro over. Dankjewel. Dit is perfect. Oh, hier kan ik super veel mee voor mijn nieuwe sportschool. Oh, Santino. Wat is er nou weer? Ik heb nog een vraagje. Ik heb wat zachte tegels nodig voor de ondergrond van mijn sportschool. Heb je misschien... laten we zeggen, een stack aan zwarte blokken. Zwarte blokken? Moet ik even kijken. Ja, ik heb wel nog wat voor je. Wil je een stack? Ja, een stack. 20.000 euro. 20.000 euro? Oké, doe maar. Ik heb dan nog 910.000 euro over. Alsjeblieft. Dankjewel. Hiermee gaan we nu namelijk de ondergrond maken van de sportschool. Alles wat we nodig hebben, komt hier te staan. Oh nee, ik heb te weinig zwarte blokken. Nou, het zal ook wel. Laten we beginnen met het maken van de ramen. En dit is perfect dat ik nu een schep heb. Oh nee, ik heb een blok misgeplaatst. Ik heb een pickaxe nodig. Santino, kan ik een diamanten pickaxe kopen en nog een stack zwarte blokken? Diamanten pickaxe en nog een stack zwarte blokken? Wat heb je met die zwarte blokken gedaan? Nou ja, die zijn al een beetje op. Mijn sportschool wordt echt mega. Oké, eens even kijken. Dan hebben we hier een diamond pickaxe en wat zwarte blokken. Dat is in totaal 100.000 euro. Wow. Hoezo is dat ineens zo duur? Nou, de diamond pickaxe is 80.000 en de zwarte blokken 20.000. Oké, dat is goed. Oh, dan heb ik nog maar 810.000 euro over. Alsjeblieft. Dankjewel. Weet je wat, het maakt me ook niet uit dat ik zoveel geld uitgeven. Het is toch allemaal Santino's eigen geld wat ik eigenlijk aan het uitgeven ben. En hij heeft nog steeds niks door daarvan. Ja, oké, hij weet wel dat het geld natuurlijk is afgeschreven van zijn rekening. Maar we gaan hier echt een super mooie voorkant van maken op deze manier. Die natuurlijk ook breed genoeg wordt, want ik ga echt super gespierd worden strakjes. En omdat de voorkant nu staat, gaan we er nog wat mooie ramen in zetten. Dit is ook precies waar ik de crafting table voor nodig had. Hiermee kan ik namelijk deze wat dunnere ramen maken, zodat we een echte sportschoolraam kunnen maken, die op sommige stukken net wat breder moet zijn natuurlijk, want je wil niet dat het zo erg gaat instorten ineens. Hey Santino, kan ik bij jou ook een stack witte blokken kopen toevallig? Witte blokken? Eens even kijken. Witte blokken, die heb ik hier nog wel zitten inderdaad. Dat is, wat zal ik eens een leuk prijsje maken? 30.000 euro. 30.000 euro? Oh, nog 780.000 euro over, maar dat is goed. Alsjeblieft. Dankjewel. Hiermee kan ik namelijk de sportschool echt een stuk mooier gaan maken aan de voorkant. Ik ga deze lijn hier namelijk toevoegen. En dit gaat het echt heel modern laten lijken. En die lijn die stopt aan die kant daar zo. Hier verandert het namelijk in streepjes die om de sportschool heen gaan. We moeten snel verder met het maken van de muren. Ik wil vandaag nog meer eerste training kunnen doen. Ik ga alleen lang niet genoeg blokken hebben. Santino, kan ik in de tussentijd alvast de bestelling plaatsen van, laten we zeggen, 2 stacks blauwe blokken? Nog meer blauwe blokken? Oh. Ja, ik ga er echt heel snel doorheen, kan ik je vertellen. Nou, je gaat ook snel door je geld dan, want het kost je maar liefst 80.000 euro. 80.000 euro! Oh, dan heb ik nog maar 700.000 euro over. Dat is goed, ik heb het nodig. En heb je misschien ook wat packed ijsblokken? Packed ijsblokken? Kijk, dat heb ik ook nog wel. Hoeveel? 1 stack? Nou ja, 30 zou ook wel goed zijn. Een halve stack. Een halve stack? We doen niet aan halve stacks, Alex. Het is een stack of niks. Oké, doe dan maar een hele stack. Oké, dat gaat in totaal dan... Even kijken, 80.000 euro voor de koekje. Ik heb nog 700.000 euro over. Oh, dat gaat echt zo erg naar beneden. Klein prijsje. Oké, in totaal alles 100.000 euro. Wow, nee. Oké, doe maar. Oké, alsjeblieft. Dat is 1, dat is 2. En de packed ice. Wel opschieten, want het gaat smelten. Ja, ik doe mijn best. We hebben nog maar 600.000 euro over. En dan vraag je vast af, Alex, waarom heb je al dat geld uitgegeven aan ijs? Ja, ijs is ook een beetje duur om te kopen. Dat klopt inderdaad ook, want het moet koud bewaard worden en dat soort dingen. Maar je kan er echt de perfecte spiegel mee maken. En als je ooit wel eens in de sportschool bent geweest, dan weet je ook dat er echt van die mega spiegels hangen altijd. En die gaan we hier zo neerzetten. Zodat je hier goed naar jezelf kan kijken terwijl je aan het trainen bent. En we hadden inderdaad ook gewoon genoeg gehad aan een halve stack, kom ik nu achter. Ah, wat fijn. Laten we hier nog een klein dakje erop zetten zo. Hier komt namelijk uiteindelijk toch een dak op. En in dat dak wil ik dan nog wat ramen gaan zetten. Zodat je hier goed naar buiten kan kijken terwijl je aan het sporten bent en kan genieten van de mooie natuur. Want je kan dan zo op een bankje liggen en dan kan je een beetje naar boven kijken. Over de bankjes gesproken trouwens. Santino, heb jij wat krukjes die ik bij je kan kopen? Of stoeltjes? Krukjes, stoeltjes. Eens even kijken. Ik heb nog wel een paar stoelen. Wat voor stoelen zoek je? In het zwart. Ik weet niet of ik ze in het zwart heb, om heel eerlijk te zijn. Even kijken hoor. Hoeveel wil je ervan hebben, Alex? Nou ja, je hebt net verteld dat je het alleen maar per stack verkoopt. Hehe, dat klopt inderdaad. Oh. Even kijken, stoelen, 50.000 euro. Wat? Dan heb ik nog maar 550.000 euro over. Yep,
Het gaat heel snel. Oké, okay, doe er maar eentje. Ja, 64. Deze stoelen kunnen we nu tenminste wel gaan gebruiken om hier overal neer te zetten. Als trainingsmeubels. Hier zo eentje. En hier komt er eentje te staan. Hier kun je dan nu zitten terwijl je dumbbells in je hand hebt. Ik heb dan net ijs in mijn hand. En dan kun je zo je training uitvoeren. Laten we nog meer glas gaan toevoegen hier zo in het midden. We moeten wel. Het moet een hele lichte gym worden. En als we lampen moeten kopen, dan moeten we nog meer geld betalen bij Santino. Wat gaan we in deze hoek zetten? Oh, we hebben matten nodig. Santino, kan ik bij jou wat sportmatjes kopen? Sportmatjes? Ja, zeker. Wat voor wil je hebben? Doe maar in het donkerblauw. Donkerblauw? Ja, als dat kan. En hoeveel wil je hebben? Doe er maar 64. Wat je verkoopt is alleen maar per 64. Eén stack. Oké, okay, even kijken. Even rekenen. 30.000 euro. Hoeveel? 30.000 pegels. Oh, dan heb ik nog maar 470.000 euro over, maar dat is goed. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh nee, trouwens, hier moeten ook nog allemaal ramen erin. Ik was de hele dak vergeten hier zo. Straks gaat het nog regenen en dan wordt al mijn spullen nat. Oké, okay, hier kan nog een lange yogamat komen. Dat je daar ook lekker kan gaan sporten. En we hebben natuurlijk nog wat meer stoeltjes hier zo. Ik weet alleen niet wat ik daarmee kan doen. Kan ik bij jou ook nog een stack Dark Oakwood kopen? Dark Oakwood? Dat is heel zeldzaam, Alex. Heel zeldzaam. Oh, een beetje 100.000 euro. Wat? Oké. Okay. Doe maar dan heb ik nog maar 370.000 euro over om deze sportschool een succes te maken. We hebben nu tenminste een stack hout. En met hout kan je echt super veel maken. Dit is precies wat ik nodig had. Ik heb namelijk wat slabs nodig. Daar kan ik daarmee nog wat dingetjes maken. En hiermee kan ik ook nog wat dingetjes maken waarmee we misschien wat kunnen. We hebben namelijk ook gewichten nodig. Deze gewichten ga ik hier aan de muur hangen. Zo, daar komt een gewicht te staan. Het is een beetje een apart gewicht, ik weet het, oké? Okay? En ik wil ook nog deze kleine dumbbells ergens neerzetten. Die kunnen daar staan. En dit kan er dan op, zodat je ze daaraan kan optillen. Dan hebben we natuurlijk ook nog een loopband nodig. En gelukkig heb ik superveel dingen gemaakt, zodat ik dit allemaal kan maken. Hier in de hoek komt namelijk deze loopband te staan. Zodat je daarop mooi kan rennen. Alleen moet dit gewicht nu wel een klein beetje opzij. Dan zouden hier nog wat van deze langere yogamatjes kunnen liggen. We moeten natuurlijk ook de buitenkant een beetje mooi maken. Santino, kan ik bij jou een wat androids kopen? Ik weet het, het zijn waarschijnlijk hele zeldzame dingen om te kopen, maar... Alsjeblieft, zeg dat je ze hebt. Wacht, wat moet je hebben? Androids. Ik heb wat androids voor je, maar dit gaat je heel veel kosten. Namelijk 300.000 euro. Maar dat betekent dat ik nog maar 70.000 euro daarna over heb. Precies, wil je ze hebben of niet? Ja, ik wil ze hebben. Oh, dit is zo duur. Alsjeblieft. Dankjewel. Hiermee kunnen we het namelijk aan de buitenkant laten lijken alsof het een sportschool is. Want er lijkt het nog niet genoeg op. Maar zoveel geld. Holy moly. Ik heb nog nooit zoveel uitgegeven, denk ik. Maar wat we nu kunnen doen is we zouden nu hier zo... dit gewicht erop kunnen zetten op mijn sportschool. Waardoor het nog meer lijkt van de buitenkant op daadwerkelijk een sportschool. Nou ja, oké. Okay, ja, hij ziet er wel goed uit, hè? Misschien dat ik hem nog een klein beetje anders wil hebben. Ik wil hem namelijk zo hebben. Dit is perfect! Op deze manier zie je een gewicht boven de sportschool wat zegt van, yo, dit is een sportschool en niks anders dan dat. Dan moeten we hem natuurlijk mooi afwerken. We willen niet dat het gaat instorten. En de zijkant kunnen we ook veel mooier maken door dit op deze manier door te laten lopen. Zo schuin. Schuine lijn. En dit gewicht kunnen we dan gelijk ook even een stukje beter maken, want dit ziet er natuurlijk niet uit. En aangezien we toch een stack aan androids hebben, kunnen we hem veel mooier maken. Misschien kunnen hier nog wat gewichtdingetjes aan. Perfect! En laten we hier ook een machine van maken. Santino, ik heb nog één ding nodig. Nou ja, eigenlijk nog twee één dingen. Oh, wat is het? Nou ja, ik heb stenen nodig om het pad te maken. En misschien nog een plantenbakje of twee misschien. Oeh, dat is precies wat ik nog over heb. Even kijken, dat gaat je 70.000 euro kosten. Dat betekent dat ik 0 euro over heb daarna. Ja, zeker. Oké, okay, doe maar. Ja, kijk eens, Wiet. Ik heb niks meer over. Je hebt je miljoen euro weer terug. Yes! Ik ben weer miljonair. Maar, Santino, ik weet niet of je daar heel blij mee moet zijn. Hoezo? Wat dan? Nou ja, je weet toch wel die sportschool die jij hebt, waarmee je al dat geld hebt verdiend. Die heeft nu wel een nieuwe concurrent erbij. Ja, maar kijk eens hoe klein deze sportschool is. Dat is toch een lachetje dit. Ja, maar Santino, ik geef iets wat jouw sportschool niet heeft. Wat dan? Personal training! Oh, nee! Yep, en dat gaat mijn sportschool een stuk beter maken ten opzichte van die van jou. Sowieso niet. Kijk naar mijn sportschool, de grote. Alles wat je daar kan doen is... Tenminste, lopen kan niet meer, omdat je het ondergeplast hebt. Nou ja, sorry dat ik hem ondergeplast had, oké. Je had me er misschien niet zo snel uit moeten sturen. Hoe bedoel je? Je hebt mijn apparaten helemaal naar de Filistijnen gebracht door jou geplast. Dat was niet mijn bedoeling, oké. Ik moest gewoon nodig plassen en ik was het gewoon vergeten om naar de wc te gaan van tevoren misschien. Dat vergeet je niet. Dat vergat ik wel. Maar kijk eens wat een leuke welkomstplantjes er nu bij staan. Santino, ik wil jou
welkom heten in mijn geweldige sportschool waar niemand verbannen wordt. Ja, ik vind het, het is beter dan met de dirt in ieder geval. Dat vind ik ook. Wat vinden jullie van mijn nieuwe sportschool? Laat het weten in de reacties hier beneden. Klik op een van de twee video's die hiernaast kan zien staan, die moet je echt gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu eentje aan.